Laten we nou denken, meneer Teulings, dat in Overijssel dat Twente zo goed bezig is met de grote steden. En dat Deventer en Zwolle er een beetje achteraan gewandeld komen. De ogen zijn geopend bij een aantal mensen. U zegt Zwolle, dat is een topregio. En Enschede, laten we het maar aan de Duitsers geven. Ja. Nou, u zegt dat wel erg cru, maar je ziet inderdaad dat het met Zwolle heel goed gaat. En dat heeft alles te maken met twee factoren. Dat Zwolle, zeker wat betreft openbaar vervoer, zeer goed bereikbaar is. Een treinstation dat een soort spin in het web van het oosten is. Terwijl Enschede ja, toch aan de rand van het land ligt, ver weg van alles en nog wat. En dat maakt heel veel uit. En een andere factor is dat Zwolle een mooi stadscentrum heeft. Je ziet overal in het land dat steden met een oud 17e eeuw stadshart, die doen het veel beter als steden die in korte tijd in de industriële revolutie of zelfs na de oorlog uit de grond gestampt zijn. Dat blijkt een veel slechtere basis. Een bruisend stadscentrum is heel belangrijk. Ik woon niet in Enschede, maar ik ga toch een beetje tegengas geven. Nou is er in de afgelopen jaren voor heel veel geld geïnvesteerd in die binnenstad om die een beetje op te knappen. Er is een casino gekomen, er zijn luxe winkels gekomen en dergelijke. En er is een universiteit en dat is toch altijd wel een voorwaarde voor ja, ontwikkeling. Toch zegt u nee, Twente, Enschede, krimp. Ja, nou, op zich heeft u groot gelijk dat universiteiten, je ziet dat universiteiten, eigenlijk alle steden met een universiteit, die doen het relatief goed. Hoger opgeleide zijn voor een stad heel belangrijk en een universiteit maakt dat die komen en dat die vaak nog wel even blijven. Wat dat betreft is Zwolle bijzonder, want Zwolle is eigenlijk van de grote steden die het goed doen, de enige stad zonder een universiteit. Maar het beperkte stadshart van Enschede en de grote, laten we zeggen, het acentrische ligging, het feit dat er zo ver buiten de rest van het land liggen, maakt dat Enschede het relatief moeilijk heeft. De gemeenteraad van Enschede die ziet u vanavond in het nieuws voorbij komen en die denkt, mijn hemel, die moeten we eens even een keer naar het oosten halen. Want wat voor beleid moeten we daar nou op loslaten? Of zegt u, kansloos, geef het maar terug aan de Duitsers, het is wel goed zo. Nou, teruggeven aan de Duitsers lijkt me zonde. Maar je moet er inderdaad rekening mee houden dat het niet zomaar een probleem is wat met heel veel actief optreden oplosbaar is. Ik bedoel, waar geen vraag is naar woningen moet je ze niet bouwen. Waar geen vraag is naar dure infrastructuur moet je ze niet bouwen. Dus je moet zorgen dat je je verwachtingen realistisch stelt en daar je beleid op afstemt. Maar er zijn dus geen mogelijkheden om dat tijd te keren en Enschede toch weer in de vaart de volkeren op te stuwen. Want er valt niks op te stuwen in dat deel van Nederland. Nee. Nou, daar heeft u eigenlijk gelijk in. Je kunt niet tegen een stroom oproeien. Dat gaat uiteindelijk niet werken.